Irene Moors en Carlo Bossart kondigen een spectaculaire eenmalige terugkeer van het geliefde programma Telekids aan. Op de bruisende foute party van Q Music, gepland op 28 en 29 juni in de Brabanthalle, zullen zij het nostalgische Telly Kids nieuw leven inblazen. Dit aankondiging van het duo vond plaats tijdens een opwindende segment in de ochtendshow met Mattie en Marike. De reden achter deze bijzondere terugkeer ligt in het feit dat het precies 25 jaar geleden is sinds Telekids van de buis verdween. Voor Carlo en Irene is dit een gedenkwaardige mijlpaal die ze willen vieren met een unieke ervaring voor fans. Tijdens de foute party zullen ze een muzikale reis langs de hoogtepunten van Telekids maken, met onder andere bekende hits als Pittige Tijden, Harry de Hengst, Wij zijn Beter, De Vliegende Oude Taart en Giegel en Gogel. Het duo benadrukt echter dat dit geen volledige herhaling van het verleden zal zijn. Irene Moors waarschuwt in de uitzending dat ze niet van plan zijn om alles wat ze destijds deden opnieuw te doen. Ze erkent de grootsheid van de herinneringen die kijkers destijds hebben, en gelooft dat het onmogelijk is om die volledig te evenaren. Desalniettemin zullen tijdens de foute party de geliefde liedjes van toen opnieuw tot leven komen, zij het in de vorm van een medley. De reunie van Carlo en Irene op de foute party zal een eenmalige gebeurtenis zijn. Irene Moors benadrukt dat dit echt het sluitstuk zal zijn van hun avontuur. Na deze grandioze hereniging zal er nooit meer een soortgelijk evenement plaatsvinden. Het tweetal heeft Telekids gepresenteerd tussen 1989 en 1999 op RTL4 en met deze terugkeer willen ze een eerbetoon brengen aan een tijdperk dat onuitwisbare herinneringen heeft achtergelaten bij generaties kijkers.